beetje achterover, bij de... Wie wil er in de koffer? Ja. Ah, daar ben u al. Goedemiddag, fijn dat u weer kijkt, want dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van het leukste van die Van Duin. Lach om die Van Duin. En ik ga nu bij een hele bekende Nederlander die ook weer een grote fan is van die Van Duin, althans dat zegt hij. In ieder geval, die wil ik bekennen om te vragen wat zijn lievelingsscène van die Van Duin. U hebt Duif ook weer ingestuurd, want het is natuurlijk moeilijk om te zeggen, het is allemaal even leuk. Maar in ieder geval, deze man heeft ook een eigen keuze. Maar ik heb een mandje meegenomen, want we gaan namelijk aanbellen bij Prem. U kent het wel, Prem, dus dan moet je een beetje op je woorden letten, een beetje kalm aan. Dus ik heb voor de zekerheid heb ik wat... Goedemiddag, meneer Prem. Goedemiddag. Wij zijn van Wijdbeens. Wijdbeens, ik kom van de... Meneer Wijdbeens, mijn grote held. Oh, wat leuk. Mijn voorbeeld. U bent de man die me geïnspireerd heeft tot het maken van Primtime. Oh. Zonder u, ik zou u zeggen, wilt u niet binnenkomen? Nou, komt u alstublieft binnen. Ja, komt u alstublieft binnen, meneer Wijdbeens. Dank u wel, dank u wel. Nou, dank ik vind het zo geweldig dat u in mijn huis... Mijn huis is uw huis. Fijn, dank u. U bent mijn lichtend voorbeeld. Ja, nou, leuk dat u ons wil ontvangen. Heb u een bowlingbaan? Nee, wat is groener? Bij ons is het zo, ik heb twee dochters en een vrouw. Er zijn al drie vrouwen, mijn zoon en ik. Ja. En bij ons trekken we de schoenen uit, zodat je niet het vuil van buiten Brengt. Ik moet de schoenen uit. Ja, als u dat zou willen, zou ik het zeer op prijs stellen. Natuurlijk. U heeft geen zweet sokken in elkaar? Nee, niet bij me. Maar kijk, maar dit zijn van die goede warme schoenen. Ja. En dan heb ik speciaal voor u, dit zijn de sloffen voor de gasten. Oh. Fijn, dank u wel. Wat een gedoe allemaal. Ik had er niet helemaal op gekeken. Weet u wat het is, meneer Wijdbeens? Nee. Als u buiten loopt, want u loopt in weer en wind en overal. U bent echt zo'n reporter. Ja, natuurlijk. En dan krijgt u allerlei vuil aan uw voeten. Ja, en dan loopt u mee naar binnen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik heb vast voor u menen wat kalmerende middelen. Ik heb hier Valdisper en wat. Dat u even, ze hadden me gewaarschuwd, omdat je nogal, ze zeggen tegen mij... Ik vind het zo leuk dat u er niet bent. Kijk, het gaat er dus om. De vraag is natuurlijk... wat gaat over André van Duin, die kent u waarschijnlijk wel, hè? Weet u, er was zo'n scène. Zat hij op kantoor. Hij zat op kantoor. En toen kwam er dan, zat hij met, Corrie van Gorp. Ja. En toen kwam er zo'n man erbij. Oh, maar hou hem even vast, want dan gaan we eerst even, voordat u de favoriete scène gaat vertellen, gaan we eerst even kijken naar de scènes die de mensen thuis hebben uitgekozen. Want daar gaat u eerst, en dan dadelijk horen we van meneer Prem, wat zijn favoriete scènes zijn. Oh, Prem. Wat zijn favoriete scène is natuurlijk, hè? Gaan we daar veel plezier. Goedenavond, fijn dat u... het gaat niet goed ervoor, hè? Ik was nog niet onder het doek door. Hallo, kan het doek nog even omhoog? Ik was er nog niet onder door. Wat is er nou precies? Ik loop naar voren, hè? Ik zie je mee. Hallo? André. Ja. Je staat op het ogenblik achter het doek. Ach, wij. Je bent amper te zien. Ik loop naar voren, doekzak. Zien ze jou wel? Ja, natuurlijk. Ik sta recht in de schijnwerpers. Oh, en horen ze mij nog? Volgens mij ben je wel te verstaan. Doe even een playbackie, playbackshowtje. Oh. Goedenavond. Nou, u zit er weer lekker bij, hè? Oh, wat hebben we er zitten? Dat is niet goed. Je moet even of omlopen of eronder doorgaan even of zo. Of omlopen, want het is anders niet. Wacht, ik zie ineens een doorgang. Appa. Oh, dat is ook aardig. Hey, om te beginnen, even een geintje. Even snel dan. Raai even in welke hand ik wat heb. Even zeg in welke hand. Wacht, ik moet er eerst wat in doen. Vul even. Hij is een beetje in de war, geloof ik, dames en heren. Excuses, het gaat even mis. Maar hartelijk welkom bij onze jubileumrevue die over reizen gaat. Ja, dus oké, daar is hij weer, hè? Ja, nou, even snel. En vraag je dus in welke hand? In welke hand je wat hebt? Even de twee, dan gok ik... Nou, even snel, kom op, het is een lolletje. Je maakt de ene fout naar de andere. Eerst sta je achter het doek. Nou, dit allemaal staan we in Scheveningen in het gezellige circustheater. Ja, natuurlijk. Niemand vertelt me ook dat. Wat gezellig. We hebben al een heleboel aan. Ja, even storen. Wie is dat? Huh? Wie is dat? Ik weet niet, de dorpsgek van Scheveningen. Helemaal niet. Ik ben toevallig de buurman van hiernaast. Buurtje. Ja, en ik kom u vriendelijk vragen of u misschien ietsje minder lawaai kunt maken. Ik kan zo niet studeren. Oh jee. Heeft u mij niet op de muur horen bonzen? Nou horen we niet, wij maken zelf hoop lawaai. Maar we hebben er geen last van, ga lekker door met bonzen, hè. Nee, hij is... Ik heb er wel last van. Waarom doe je het dan? Wat? Bonzen op de muur, hij er zelf last van hebt.
Meneer. Ja? Nee, dat is niet tegen jou. Meneer, als u last van ons hebt, dan willen wij wel wat zachter doen, hoor. Huh? Nou, heel graag. Ik dank u vriendelijk. Nou, heel graag gedaan, meneer. Oh, nee, dat maar... is klaar. Wacht nou, wacht even. We gaan toch niet zachtjes doen in een theater? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, als er hier mensen in de buurt wonen die last van ons hebben, doen we het wat zachter. Het publiek kan ons zo ook verstaan en thuis zeker. Meneer? Tuurlijk. Okay. Hey, heb ik trouwens al verteld van dat NIPO-onderzoek? Hey, was er een enquête? Weet ik niet. NIPO-onderzoek. Nou ja, een onderzoek. Hebben ze onderzocht wat de mensen het leukste duo vonden van Nederland? Leuk. Wat denk jij? Ik heb geen idee. 10% vond het leukste duo van Nederland The Mounties. Oh, valt me 20% vond het leukste duo van Nederland Coat and Bee. Valt me helemaal tegen. 70% vond het leukste duo van Nederland. Het is niet waar. Vanessa. Ongelooflijk, hè? Ben je niet meer stil? Wel leuk. Ja, hallo. Kan het nu alstublieft wat zachter? Ik kan zo niet studeren. Hoe doe je dat? Ik doe niks. Dat is die man achter je die praat. Ja. Moet u nou eens horen. We zijn hier bezig met een vrolijke avond. Dit is lachen geblazen van begin tot eind. Kunnen wij niet zachtjes gaan doen? Dat is onmogelijk. Hè? Vrolijke avond. Nou, u moet mij niet kwalijk nemen, meneer, maar ik heb nog geen mens horen lachen. Oh, wat is? Hij zegt dat er nog niemand heeft gelachen. Mensen hebben geweldig gelachen al in het begin. Ze hebben in een deuk gelegen. Oh, wat hebben ze al gelachen? Vooral toen jij opkwam, er was toch een knal in de zaal. Dat vond je zo leuk, man. Knal. Heren, als u een leuke feestelijke avond wil hebben, dan moet u een komiek vragen of een zangduo of iets dergelijks. Zo. Maar niet twee van die mafkezen zoals jullie. Nou, wij gaan. Wat is? Hij zegt twee mafkezen. Wie zegt dat? Die buurman. Twee mafkezen. Dat vind ik zo misselijk. Zeker. Vind ik zo laag bij de grond. Alleen omdat hij iets dikker is om hem dan twee mafkezen te noemen. Nee. Hallo. Hij bedoelde ons allebei. Jawel. En hij zei dat de mensen niet lachten. Mensen twee niet beledigingen lachen. Achter elkaar. Mensen, voor mij is dat. Ik maak even die imitatie. Ik kan die even horen hoe de mensen lachen. Oh, zou je dat wel doen? Jawel, dat is een wegwezen eigenlijk. Nou, maar ik doe hem nu. Let probeer op. Maar. Imitatie. Een imitatie van... Een Lucifer. Ja, ze lachen. Hoor ze lachen. U hoort het, buurman. En ze zijn nog bezig. Ja, is zo zwak. En hij is nog niet eens klaar. Hup, afgebrande Lucifer. Meneer en mevrouw Verhagen, wij heten u van harte welkom in ons familiehotel Bellevue. Dank u. We hebben uw hotel uitgekozen uit sentiment. Uit sentiment? Wat typisch. Nee, dat is niet zo typisch. Dat komt, mijn ouders hebben destijds hun huwelijksnacht ook in dit hotel doorgebracht. Ah, ja. Vonden wij een leuk, traditioneel ideetje. Ik begrijp het. Leek ons een aardige geste. Ja, dank jij, man. Wat leuk, dus u bent eigenlijk min of meer pas getrouwd. Ja, ik heb eindelijk de man van mijn dromen gevonden. Kijk, daar staat hij. Ja. En over 3 weken komt er nog een mandje bij om te voeden. Nee, het is niet waar. U bent in blijde... Nee, daar komt mijn moeder bij ons inwonen. Juist. Nou, in elk geval, we hebben een fijne kamer voor u gereserveerd. En we zullen er zorg voor dragen dat u alle privacy krijgt die u zich maar wenst. Dat zou heel prettig zijn. Mooi. Prachtig. Nou, en verder hebben we een heerlijk zwembad. Ah, dat is jammer. Mijn man houdt niet van zwemmen. Dat is me te vochtig. Ach. De Finse sauna dan misschien? Mijn man houdt niet van de sauna. Dat is me te benauwd. Oh, dan misschien die hypermoderne trimzaal? Mijn man houdt niet van trimmen. Dat is me te vermoeiend. Ja, maar uw man zal toch wel een hobby hebben, denk ik, hè? Ja, dan proberen we vannacht achter te komen, ja. Ja. Nou, weet u wat ik doe? Ik ga u even voor naar de lift en dan wordt u bovenop gevangen door onze eigen piccolo. Mooi, piccolo. Zal ik u even volgen? Heel graag. Wilt u mij dan maar volgen? Daar gaan we. Dan ga ik u even volgen. Volg is dat niet heel ouderwets? Kijk, dit is een piccolo. Met een piccolo is op zich wel heel schattig. Als u even wil wachten op de gang, ik kijk even of de kamer in orde is. Ja, ogenblikje. Is in orde, in orde. Perfect. Welkom in het familiehotel. Nou, familie hebben we nog niet. Nou ja, de avond is er jong, dan kan er van alles gebeuren, zo is het ook. Dit is onze bruidssuite. En hier komt de bruid. Daar, daar. Wauw, dat is een oldtimer, hè? Jongen, hè? Nou ja, goed in het vet houden, weinig gebruiken, gaan ze nog lang mee, hè, die dingen, hè. Maar goed, de avond komt wel om, want er is vanavond een leuk programma op televisie. Oh ja? Ja. Mooi, mooi. Mijn vrouw zei dat we heel wat anders gaan doen. Och, wat jammer. Vanavond een goede film op tv, hoe heet die ook alweer? De Bruiden van Dracula. Bruiden van Dracula. Oh, hij is al begonnen. Hij is al begonnen. Nou, hè, dan doen we één plezier en stuur die man onmiddellijk de kamer uit. Ja, natuurlijk, meneer, u moet ook onmiddellijk weggaan. Wij moeten even rusten, man.
Nee, wat is er... u bent in de war. U moet eruit. Nee, u moet eruit. Ik heet Herman. Nee, ik ben Herman. Hoe kan dat nou? Ik ben toch Herman? Ik heet Herman, meneer. Heet u ook Herman? Schiet er dan alsjeblieft op. Hoe is het mogelijk? Hij heet ook Herman. Ik heb u altijd al eens kennis met u willen maken. Hoe maakt u het? Eruit. Ja, ja, hartelijk bedankt voor de service. Nou zijn we in de bruidsuite, hè? Is het toch fijn? Om in de suite te zijn, ja. Wat gebeurt er naast me? Wat is dat? Ik begeleid het even. Nee, ik sta hier nog, want we hebben nog niet gedaan van bedankt voor de service. Oh ja, dat ben je vergeten, Herman. Dat is gebruikelijk. Bedankt voor de service. Bedankt voor de service. Oh, ja, dat komt in orde, mijn duifje. Ja, heel goed, duifje. Ja, meneer, hartelijk bedankt voor de service. Graag gedaan. Het is goed zo. Ja, nee, maar dan moet je toch doen van hoppa, tingeling, laat maar zitten, weet je wel. Oh, dat kan ook. Hoppa, tingeling, laat maar zitten. Nee, nee. Dag. Wonderlijke man. Tijger. Nu zijn we dan toch met z'n tweeën. Oh, zijn we eigenlijk met z'n tweeën. Ja hoor, ik heb de idee. Zo, u hebt er zin in, zou ik maar zeggen. Nou, zeg. Ja, ik blijf niet lang. Ik kom alleen maar even vertellen. Hier naast bed staat een telefoon. Ik denk, misschien heb je hem niet gezien. Als u nou ineens wil bellen, je hebt toch wel eens dat je wil bellen. Je wil weten hoe laat het kippenwitten begint. Dat heb je toch wel eens. Meneer, u bent veel te vrijpostig. Wilt u nou ogenblikkelijk weggaan hier? Dat kan niet. Ik kom de kamer uitleggen. Dat hoeft toch helemaal niet. We weten alles. Natuurlijk. Maar weet u nou bijvoorbeeld waar de wekker staat? De wekker? Weet u niet, maar ik wel. De wekker staat aan deze kant, want dat vonden wij een leuke loop. Die zit hier. Torenklok aan de overkant van de straat. Pas later. Hoe laat wil u ongeveer op? Want als u iets uit het raam hangt, kunt u bij de wijzers kunnen ze verplaatsen. Hoe laat? 10 uur. Hoeveel? 10 uur. 10 uur zijn ik zo vast voor u op. Nou ja. Nou, hij is weg. Die is naar beneden gepletterd. Nou. Van 7 hoog, die slaat een rotfiguur. Ja. Nou ja. Mama, laat ons weekend er niet op het derf. Ik ga de koffers uitpakken. Ja, maar duifje. Ja, nou. Als het kan toch op... Hé! Hey. Dan is het nog niet zo lief van hij jou. Komt terug. Hè? Hij komt retour. Hij komt retour? Ja, absoluut. Kijk dan. Herman? Ja? Hand. 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 Ja, tijd voor de hand. Het is zo. Jo, zie jij wat of zie ik iets? Ik zie niets. Ook niks. Ik... Ja! Ik dacht dat u daar vandaan kwam. Oh nee, ik kwam van die kant. Dan komt zo iemand goed terechtgekomen. Ik ben in goede aarde gevallen zonder grote bak met goede aarde. Ik ging er bam recht in. Nou ja, wat zal u gedeeën, zeg? Dank u. Goedenavond. U hebt mij niet meer nodig. Absoluut. Alsjeblieft niet, gaat u weg. Ja, nog even, tot slot. Wat is dat? Michael Jackson. Het slaat toch helemaal nergens op, meneer. Blijft u nou weg, alsjeblieft. Ja. Nee, ik zei, meneer Tijger, wat ik hier heb. Nee, niet wel. Peenhaar. Vind je mooi? Ja, dat dacht ik al. Ik heb er ook een beetje als een ponnetje mee. Een pommetje. Zal ik hem voor je aantrekken? Hartstikke sexy. Tuurlijk. Doe dat, hè. Ja. Zeg, maar blijf niet te lang weg, hoor. Oeh, mijn duifje. Mijn duifje. Ik hoorde de lokroep op de gang al. Wat is er? Nee, ik riep mijn vrouw. Oh, is dat, wat is wat dat? Een dotje, zeg. Ja, leuk is die, hè. Ach, maar die jij is vond leuk. Hem ook leuk. Oh, ja. Wat een leuk, dat zeg. Oh. Ja, maar die is lolle. Ach jee, is hij dood? Dat is de peignoir van mijn duifje. Oeh, waar is het duifje dan? Ja, die is even naar de bak. Wauw, zo de duiven worden vroeg gelost, zie ik wel, hè. Oh, de doffer zit op de klep, hoor. Nou zeg, nou stuit. Wil u nou alsjeblieft wieberen? U hebt mij niet nodig. Wieberen. Oké. Okay. I love you. Dit gaat toch veel te ver? Dit gaat heel ver. Dit gaat heel ver. Ik begrijp me ook misschien. Dikker. Ik denk dat ik ga klagen bij de directie. Excuus, neem ik aan. Wat is er nou gebeurd? Nou, dan hoor je me aan hun vragen. Heel ja, nou, ja. Nou, stuit dan wel je ogenblikkelijk te managen. Je hebt gelijk. Het komt wel als we maar geduld hebben. Hapsakee, u spreekt met Verhagen. Ik wil dat de manager nu ogenblikkelijk in de kamer komt. Meneer Verhagen, u had gebeld. Wat waren de klachten? Tuut, tuut, dat is snel. Die piccolo van u die komt er lopend in de kamer en die stoort ons op een bijzondere wijze. Oh, as! Ja. Zo, dat is brutaal waar hij bij is, hè. Ik hou hem aan de praat, ga lekker door. Het zit namelijk zo, er zijn wat problemen met de riolering. Jeet! Ja. Absoluut. Hij kan nog veel meer woordjes, maar dat kan hij nou niet opkomen. Jeet! I love you.
mevrouw, meneer Verhagen, dit spijt mij werkelijk enorm. Dit zal beslist niet meer gebeuren. Juit. Pardon? Juit. Zoals u wenst, maar als ik u een tip mag geven. Hier zit een haakje met een schuifje. Als u dat erop doet, dan kan er niets meer verkeerd gaan. Nou, goedenavond zou ik zeggen. Goedenavond. Nou, hebben we nog eerlijk, die schuif erop gaat het eindelijk gebeuren, hè? De ketting gaat erop. Zo, niemand kan ons meer storen. De huwelijksnacht gaat beginnen. Ik heb overal op gerekend. Eindelijk met z'n tweetjes. Wil u koffie of thee bij het ontbijt? Ik zal wel denken, wat staat daar nou weer voor een zak? Maar kom zo, ik zit sinds kort zit ik op de zakloperij. Vroeger zat ik op de padvinderij, maar ik kon niet eens de weg naar huis vinden. Nou zit ik op de zakloperij in Rotterdam. Rotterdamse zakloperij. Beter bekend als de rotzakken. Want dit jaar zijn de wereldkampioenschappen zaklopen in Nederland, hè. Daar ben ik mijn oude hele spiegies en metaal op aan het voorbereiden. Want dit jaar zijn de kampioenschappen zaklopen in Assen. Onder het motto, wij zitten in zak en assen. Oh, we trainen onder leiding van een trainer, hè. Zelf ook een enorme oude zakloper. Oh, die weet alles van zakloop af. Zijn Fransman is dat. Fransman. Jean Zak heet hij. Hoppa, prima figuur, hoor. Prima figuur. Hij heeft alles voor ons geregeld. Hotel en zo. Prima, hoor. Alles erop en eraan, stromend water langs de muren, prima hoor. Het is een heel oud hotel, oh het is zo oud. Je wordt nog ingeschreven met een hamer en een beitel. Wat het eten is ook niet om over naar huis te schrijven. Waar we nu hebben we iedere dag de keuze uit twee dingen. Opeten of laten staan. Want niet alleen dat het niet tevreden is, maar het zijn ook van die kleine porties, hè. Maar behalve gisteren had ik zo'n groot stuk vlees in mijn soep. Zo'n groot stuk, maar naast mij zat een fan die haalde het er weer uit. Oh, logisch, was zijn elleboog. Het is internationaal, hè, die kampioenschappen zaklopen. Uit alle landen komen de zaklopers naar Nederland. Oh, dat geeft ook nog wel eens problemen, hoor. Vorig jaar hebben ze een vent 6 weken in het ziekenhuis moeten nemen wegens scheelzucht. Hebben ze hem onderzocht, bleek het een Chinees te zijn. Het leuke van die kampioenschappen zaklopen is, je kan aan iedereen zijn zak zien waar die vandaan komen. Ik zal maar zeggen, bijvoorbeeld de Schotten. Die lopen allemaal in doedelen. Doedelzakken. Val nog niet eens mee met die fluiten eraan. Zo'n fluit even dwars komt te zitten, leg ik tegen. Voor de Belgen is dat niks bijzonders. Die leggen de hele dag horizontaal. Maar valt ook niet mee in zo'n puntzak. Er doet dit jaar zelfs een pastoor aan mee. Ja, ik herkende hem meteen aan zijn collectezak. Nou, tenminste, ik zag hem niet, maar ik kreeg ineens die steel in mijn nek. Ik denk, hey. Oh, en er doet dit jaar ook voor het eerst een groep nudisten mee. Wel, daar is geen zak aan. Oh, waar je wel voor moet uitkijken bij die kampioenschappen zaklopen, dat zijn de zakkenrollers, hè.
Ja, bij mij krijgen ze geen kans. Als er bij mijn eentje zijn hand in mijn zak steken, leg gelijk zijn hele hand open. Nou, ik heb er wat op gevonden om de zakkenrollers af te schrikken. Ik heb een kat in de zak gekocht. Hallo, mijn naam is Bartje Boot. Ik ben een fan van Lucia Koot. Maar zoals zij kan ik niet zingen, maar ik kan wel lekker swingen. Daarom ga ik altijd door tot op het pot. Ze noemen mij Magazine. Want ik maak pure poëzie. Ik hoef voor rijmen en voor dichten nooit mijn hempie op te lichten. Ik heb een bril waardoor ik alles dubbel zie. Maar die kan het weten. Al die loze kreten. Zinnen die niet kloppen. Maar wat is niet te stoppen? Een goede huisvrouw zuigt ook onder de dekens. Ik zeg maar zo, ik zeg maar wat. Over dit en over dat. Het zijn gewoon losse zinnen die ontstaan bij mij van binnen. Dat heb ik altijd van kinds af aan gehad. Zo is het altijd opgegaan. Sinds het begin van mijn bestaan. Er zijn zelfs boekjes uitgegeven voor me wat ik heb geschreven. Vraag me niet waar haal ik het allemaal vandaan. Hij is niet te houden. Niemand doet het beter. Maar komt het voor geen meter. Ik zeg maar eens tegen mijn vrouw. Ik zeg laten we de kinderen wegdoen. Ze zegt waarom? Ik zeg de kat is er allergisch voor. Ik spring van hakken takken tak. Het is mijn beroep, het is mijn vak. Ik ben een tikkie overspannen, op mijn huis liggen geen pannen meer, want ik ga regelmatig uit mijn dak. Ik heb al woorden tegen prek, al doe ik meestal uit mijn nek. Maar dat kan me niet verdomme, ik ben gek op zure bommen en ik vind mezelf helemaal te gek. Maar het gaat nooit vervelen, daar vinden zoveel. Hij is koppie koppie. Een vrouw is net een auto. Net als je er een hebt, komt er weer een nieuw model uit. Dit is het einde van dit lied. En weer complete heb ik niet. Ik zou nog uren kunnen vullen met dit nergens over lullen. Als ze doorgaan ben ik straks iets kunnen niet. Ik zou nog uren kunnen vullen met dit nergens over lullen. Als ze doorgaan ben ik straks iets kunnen niet. Ja, ik zou nog uren kunnen vullen met dit nergens over lullen. Als ze doorgaan ben ik straks iets kunnen niet. Morgen, jongelui, we gaan beginnen op het punt waar we gisteren gebleven waren. En ik zou jullie graag, Van Duin, waarom zijn jullie in vredesnaam met z'n tweetjes? Waar zijn de andere kinderen? Ja, die hebben ze denk ik vergeten te schilderen. Die staan er niet op. Oh, zeker weer een van jouw grappen, hè? Ja, ik denk het. Snap niet waar je de moed vandaan haalt om nog grappig te zijn. Met een rapport waarop niet één voldoende stond. Ja, ho, wacht even. Foutje, ik had een 8, hoor. Had jij een 8? Ik had 1-8. Mag ik weten waarvoor? Voor verzuim. Als jij zo doorgaat, dan ga jij de klas uit. Nou, daar ga ik maar vaak. Nee, blijf zitten. We zullen het hebben over het opstel wat ik jullie heb opgegeven voor vandaag. Een opstel over het huisdier de kat. Een opstel van minimaal 50 woorden. Van Duin, je zit er zo gezellig bij met je spulletjes. Lees jij jouw opstel maar eens voor. Van over de kat? Juist. Ja. De kat. Nee, dan gaan we naast de bank staan. Nou, het gaat zo ook wel, hoor. De kat. Naast de bank, schiet op. Omdat het over de kat ging, heb ik het ook genoemd. De kat. Hoe is het mogelijk? Hoe kwam je erop? Ja, het viel me zomaar in eigenlijk. Ken die? Dekkel! Onze buffel! De katkel! Dekkel! Onze buffel! Buffel! Dat heb ik ook! Ik heb ze vies, ze tellen daar! Het zal wel weer, maar daar gaat het niet om. Er is geen woord van te verstaan. De kat, even wachten.
wachten. Op wie? Even pauze. Oh, gewoon even onderuit. Onze buurvrouw was haar kat kwijt. Ach, God. Nou! Vooruit, lees voor. Candy? De kat! Nou, komt er nog wat? Even wachten. Niet zo lang vandaan, de kat. 1, 2, 3, 4. Komt er nog wat van? Schiet op. Ja, dat komt. Candy? De kat! Onze buurvrouw was haar kat kwijt. Juist. Dus deed ze de deur open en riep... Poes, 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 poes. Poes, 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 poes. Poes, 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 poes. Poes, 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 poes. Wat is nou zeeop? Poes, 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 poes. En ja hoor, daar was hij weer. Precies 50 woorden. Dank u. Nee, ga zitten. Ik heb dat fraais beluisterd. Ik zal er ook meteen een cijfer voor geven. Ja. Weet je wat je daarvoor krijgt? Nee. Een 2. Nou, het had minder gekund. Het had minder. We hadden wel eens wat minder fouten gekund in jouw opstel van verleden week. Daarin tellen deed ik maar liefst 12 fouten, meneertje. 12 fouten? Nou, daar zit je ze volgens mij gewoon te zoeken, hoor. Zit Henkie niet af te leiden. Neem liever een voorbeeld dan Henk. Die had niet één onvoldoende. Nee, kunst, het is tijd om mij af te kijken. Ik zou wel eens willen weten wat er af te kijken valt, want jouw spelling is abominabel. Maar die ken ik niet eens, die ken ik niet eens. Spel jij eens even het woord verkeerd. Gewoon... Verkeerd, ja. Ja, kom maar. Is het niet ja. Meer RV? V, V, ja. V, E, V, E, R... Telefoon. Nee. V, E, R... En dan? En dan? En dan? Is er koffie? Wat komt na de R? Koffie K. 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 En dan tweemaal. 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 Ja, nou voor mij anderhalf graag. Nee. Tweemaal E. Ja, ook juist. Ook dan weer een R. Weer telefoon. En de laatste letter is een... Ja, dat weet ik. Dat is een T. Dat is verkeerd. Nou, dat vroeg je toch? Verkeerd schrijf je met een D en niet met een D. Oh, nou ja, ik zal deze keer niet fout rekenen, maar volgende keer. Ik zie jouw volgende rapportje alweer voor me, hoor. Oh, is dat bekend? Voor mij wel. Een 2 en een 1, een 3 en een 2, een 2 en een 2, een 3 en een 1, een 1 en een 2. Je lijkt Frits van Turenhout wel. Ik ben Frits van Turenhout. Als ik heel wat vind, natuurlijk. Niets beter maken. Ja, die kan wel. Dat doet niet ter zaak. Dat doet niet ter zaak. Goedemiddag, half uur. Mul, mul. Mul, mul. Mul, mul. Houd nou eens op met je nul, nul. Wie? Nou! Als jij zo graag met cijfertjes in de weer bent, denk dan maar eens liever aan je rekenwerk. Hoeveel is 13 en 7? 0, 0. Hoeveel is 13 en 7? Ja, 13 en 7. Ja, dat moet eruit flippen. Ja, het zit even klem. 13 en 7.
Laat maar 13 en 7 is 20. 20? En gisteren zeg je 8 en 12 is 20. Et maintenant un peu de silence, s'il vous plaît. Wat zegt u? Ja, daar hoor jij van op, hè, want jij spreekt nog geen woordje over de grens. Ik spreek geen woord over de grens. Nee. Ik spreek geen woord over de grens. Nee. Allei, manneke. Dat noem ik geen grens, dat zijn onze zuiderburen, dat noem ik geen grens. Dat noem je geen grens, je moet over zo'n berg waar je weer zijn, dat noem je geen grens. Wij gaan nu eindelijk eens beginnen met de les. Ja, graag, want ik ga beloofd dat ik met eten weer thuis zou zijn. Dus en dan wil ik gaan we even met jullie behandelen het opstel wat ik een week of wat mag geleden... ik van jou? Van de huisdieren. De kieshond. Hou toch eens je mond, ezel. Die heb ik niet. Die heb ik niet. Is het al afgelopen, rund? Ja, rund. Dat heb je kwartet. Leg neer die boel. Maar je kan niet tegen je verlies. Wij zijn hier op school niet om spelletjes te doen, maar om iets op te steken. Nou, als je het sigaretje voor me hebt. Zeg. In het opstel van verleden week kwam voor het woord contactlens. Oh, contactlens, ja, dat ken ik. Contactlens, zo'n bril zonder oortjes. Jullie hebben dat woord geschreven met tweemaal een C erin. Tweemaal een C? Stom, stom! Stom, 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 stom! Ha, dat was goed. Maar ik wil je er even op wijzen dat je in de nieuwe spelling die C ook zou mogen vervangen door een K. C ook als K. Juist, dit even terzijde. Oh, terzijde. Wat de vaderlandse geschiedenis betreft... Chef! Van Duin. Mag ik even naar de WK? Mag ik even naar de WK? Mag ik even naar de WK? Als je maar opschiet, wat... Nou! Er is ook werkelijk geen vraag waar jij het antwoord op weet. Nou, dat is onzin. Dat is, ik weet ook wel vragen te verzinnen waar u geen antwoord op weet. Zo, dan mag jij meester eens een keer een vraag stellen. Nou, bijvoorbeeld deze. Waar is het geboortecijfer het laagst? Waar is het geboortecijfer het laagst? In een van de landen van West-Europa wellicht. Ik weet het niet. Nou, waar? In bejaardentehuis. Nou ja, wat je aanlegt, dat lijkt mij niet zo moeilijk. Met een hoedje en een brilletje kan iedereen lopen. Ja, maar meneer, weet u, om u kan ik helaas niet lachen, sorry. Oh. Ja, kijk, mensen lachen u uit. Nee, ik ben uw fan, ik lach u niet uit. Nou, maar, André van Duin, laat je echt lachen. Ja. Weet je, dus u moet nog wel... Nou ja, laat je echt lachen. Als je ervan houdt, je moet ervan houden. Het is een bepaald soort humor wat niet iedereen ligt. Is niet waar, meneer Weepis, want hij heeft zo'n breed genre. Je moet niet zo op André van Duin lopen. Nou, goed, het gaat er mij, nou ja, hoe dan ook, het gaat er mij in ieder geval nee, maar kijk, dit soort kleinmakende jaloezie, dat maakt me echt boos. Ik zeg alleen maar dat ik niet zo... Ik vind het lijkt me een eenvoudige soort van humor. Ik zal u laten zeggen waarom het niet eenvoudig humor is. Het is te maken... hij zit er met Corrie van Gorp en dan komt er een andere man erbij. Ja. En dan zit aan tafel en dan gebeuren. Ja, like en dan zult u zien wat voor briljante denker die André van Duin is. En hoe hij die situatie totaal beheerst als het eerst André die, van ja, is. Ja, dat is die schets met die Van Dingelen. Van Dingelen. Ja, die wil u graag nog een keer zien. Als dat kan, dat u de briljantie van André van Duin wilt zien... om te laten zien hoe je echt grappen moet maken met gelaagdheid... dan raad ik u dit fragment. André... Medel. Nou, dat is daar. Uitstekend. Beetje plaats. Goedenavond. Gaat u zitten. Ik werd doorgestuurd als vanwege zodoende. Ja. Nou, kruipen we erin, hè? Dat klopt, dat klopt. Heel mooi. Uw naam is Bossinade. Ja, de heer Bossinade, ja. Dat klopt. Ja. En van voren? Ik zit in de brillen. U zit in de brillen? Ja. Ja, is ook te zien. Ja. En van voren? Van voren? Ja, Bossinade, uw voornaam. Oh, Dick. Ah, Dick. Dick Bossinade. En u komt solliciteren als model. Oh.
Oh, ja, natuurlijk, natuurlijk, ja. Ja, en ik wist niet dat u het ook wist. Ja, natuurlijk, want u komt solliciteren bij mij, hè. U gaat erover. Ja, ik heb alle gegevens hier. Oh, ik denk al, wat doet u nou hier? Ik ga eens kijken of u geschikt bent. Vanzelf. Zeg, volgt u de reclames op televisie? Nee. Ik kijk er wel veel naar, hoor. Bijvoorbeeld die ene, hoe is die ene ook weer? Heel bekend ook. Nou, u hoeft ze niet allemaal op te noemen. Gisteren deed ik het nog. In mijn zelfgemaakte soep. Vind ik altijd een beetje onsmakelijk, hoor. Maar het is nou toevallig één die me zo ineens te binnen schiet. Maar ik een hele keurige reclame. Een charmante dame die dat zegt. Nee, ik vind hem keurig. Ja, maar toch niet als je net gehoord hebt dat ze het in de soep hebben. Dat is niks bijzonders. Nee? Onder ons gezegd, ik doe het ook wel eens in mijn soep. Even zo entre nous. Oh ja? Ja, maar gewoon van tevoren al, in de pan al. Tuurlijk gaat rechtstreeks de pan in. Oh. Maar doe je zeker wel het gas een beetje lager als je even. Wel nee. Dat is met vol gas. Vol gas? Ja. En echt heel smakelijk. Oh ja? Heel smakelijk. Maar krijg je dan geen rode oortjes als je gaat zitten? Dat kan toch niet? Wel nee. Bevalt uitstekend. Nou ja, viezerik hou je altijd, hè. Daar kan je niks aan doen, hè. Wat zegt u? Ik ben lekker weer geweest vandaag. Oh, ja. Lekker maar goed, even ter zake. Wij zijn op zoek naar nieuwe gezichten voor onze gloednieuwe koffiespot. Oh, die vind ik altijd zo leuk. Koffiespot. Oh, hij daar praat over. Ja, die zijn gezellig, hè. Oh, ja, die zijn gezellig. Hoe gaat het? Heel bekend ook, die koffiespot. Miauw, 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 miauw. Nou, als wij hem zien, dan gaan we van de leren bank af. U haalt er twee door elkaar. Nou, die vind ik heel erg leuk. Nou, kom het ook. Wij kennen die poes heel erg goed, hè. Welke poes? Die kennen wij heel goed. Namelijk de poes van mijn buurvrouw, namelijk. Poes van mijn buurvrouw. Oh, die poes die ze gebruiken in de reclame, ja. Die kennen wij heel goed natuurlijk. Nou goed, dat is interessant. Ze moesten een wildvullende poes hebben. Nou, mijn buurvrouw heeft een gigantische poes, hè. Oh, je weet niet waar je ziet. Ja, wij kennen hem heel goed, want ze zit er altijd mee voor de ramen, zonnetje schijn, weet je wel. Lekker zo met de poes voor de ramen, dus wij kennen dat. Maar hadden ze dat van de televisie gehoord of zo, schijnbaar, hè? Dat weet je toch nooit. En die hadden opgebeld van, we hebben gehoord, u hebt zijn grote poes, hè. Ja, nou, zei mijn buurvrouw nog, weet je wel. Wow, je gaat van jezelf niet zeggen dat je grote poes hebt natuurlijk. Dus je zegt van, wow, ja. Ja, nee, hebben we gehoord. En kunnen we eens komen kijken met een Volkswagenbusje? Nou, we wees ze kijken. Nou, die vielen van de ene verbazing in de andere nu natuurlijk. Hè. Dus hebben ze die poes helemaal ingekruld. Een beetje leuk opgekamd dat hij er vrolijk uitzag. En nou, iedere avond is de poes van mijn buurvrouw op televisie. Leuk, hè? Dat is toch leuk? Sta je normaal niet besteld dat je met je poes nog zoveel geld kan verdienen? Nou, eerlijk weet je. Meneer Bossinade, u maakt nou een verhaal over iets heel simpels. Nou, ik zeg gewoon, omdat wij die poes... Het is gewoon leuk voor die buurvrouw en leuk voor dat beest. Welk beest? Van die reclame. Nou, ik geloof dat we een beetje langs elkaar heen praten. Nee, ik begrijp hem niet. Nee, luistert u nou eens even. Het lijkt mij het beste, ik ga meteen, hup, enceneren. Pardon? Ik ga nu enceneren. Hoe? Oh, dan wacht ik even op de gang, want daar ben ik liever niet bij natuurlijk. Dat kan u ook wel... Meneer Dunn. Yes? Ik bedoel, meneer Bossinade, luistert u nou eens even. U doet mee. Ik doe mee? Ja. Nou, ik heb net mijn broek laten persen. Ik wacht even. Goedemiddag. U nou even luistert. Ik zal het u helemaal uitleggen van het begin af aan. Wil u doen? Wij zijn hier op het ogenblik in mijn privékantoor. Waar? Hier, dit is het hart van het bedrijf. Wanneer komen ze het afmaken? Het is pas helemaal verbouwd. Is het klaar? Ja. Netjes geworden, hè? Dank u, dat vind ik zelf ook. Een zootje, hè? Een zootje. U ziet al, het oude komt weer terug, hè? Het behangetje met het visgraatje. Ja, dat rook ik al toen binnenkwam. Ik denk, nou, hebt er weer een de danselies in de scharretjes gestaan. Nou, en nou maken wij van dit gezellige kantoor... Kolenhok. Maar we moeten eerst een beetje opruimen. Je kan er zo geen briketten krijgen. Even stof vrijmaken. We maken daarvan een gezellige huiskamer. Jawel, dat is mogelijk. In onze verbeelding. Oh, maar dan moet je heel ver gaan natuurlijk. Nee, als je maar meedoet. Ja, ik doe mee. Begrijpt u? Ik doe mee. Ik ga u testen voor de koffiespot. Oh, gezellig. Gaat u hier eens zitten? Vindt u niet, hè? Nee, heel graag. Neemt u eens plaats. Nou bent u de zoon des huizes die aan tafel zit. Oh, natuurlijk. En dan gaan wij eens kijken of u geschikt bent voor zo'n gezellige koffiespot. Laat u de spulletjes nou maar liggen waar ze liggen. Hè? Of u geschikt bent voor zo'n gezellige koffiespot. En dan...
Wat doet u nou allemaal, meneer? Zo, dat was een kantje. Zag je die bek niet open gaan? Dat is een gewone index. Die zijn heel gevaarlijk, die zijn heel gevaarlijk. Nou roep ik het hoofd van de afdeling boekhouding, meneer De Vries. Meneer Van Dingelen. Wilt u even komen voor de koffiespot? Ach, maar natuurlijk. Die helpt dan even als we de mensen testen voor zo'n spot. Kijk, dat is het hoofdafdeling boekhouding, meneer De Vries. Meneer De Vries, dit is meneer Bossinade. En ik roep de secretaresse er even bij. Jansen, komt u maar. Dit is juffrouw Jansen, mijn secretaresse. Dit is meneer Bossina. Oh. Nou, u hebt wel een stel bij elkaar. Hè? Ze zijn al jaren bij de zaak. Ja, dat moet wel, hè. Dat moet wel. Nog overgenomen van vader. Dat doe je niet meer weg. Dat doe je niet meer weg. Juffrouw Jansen is uw moeder. Oh. Nou, daar zal mijn vader wel van op, hoor, hè? Die zal wel weer van een paar jaar gaan varen als hij dit ziet. Nee, ze speelt uw moeder. Oh, alsof. Juist. Oh, alsof. Juffrouw Jansen, wilt u weer even binnenkomen met de koffie straks op mijn woord actie? Tuurlijk. Heel graag. Juffrouw Jansen. Hallo, nu. Nou gelijk? Ja, meteen even. Weggaan en dan terugkomen op mijn woord actie met koffie, hè? Nou, ze ziet wel iets in u, meneer Dunn. Nou, het zal wel een jasje wel weer zijn, hè? Wie weet. Nou goed, moeder komt dus straks gezellig binnen met de koffie. Opa zit daar genoegelijk zijn krantje te lezen. En u, meneer Dunn. Zeker wel gauw uit, hè, u, meneer. Nee. En u bent gezellig bezig met een bouwplaatje. Met een bouwplaat? Oh, ik heb als kind zoveel bouwplaten gemaakt. Nou, dat komt daar goed uit. Wat stelt deze voor? Want hier ben ik gauw mee klaar, denk ik. Ja, een beetje fantasie. Laten we zeggen, we maken er een schip van. Dat een schip? Oh, ik heb heel veel schepen gemaakt. Het moeilijkste, weet je nog wel, was altijd de reddingsbootjes, hè? Daar had je van die kleine reddingsbootjes. En dan was hij aan het knippen. En hij van die lippies, die moest hij plakken. En dan knip je zo'n lippie daar. Dan kon je niet meer plakken. En dan heb je zo'n lippie. Heb je het nooit gehad dat je met zo'n... Kom ik wel. Regelmatig. En dan moest je met zo'n plakbandje, maar het werd nooit mooi natuurlijk. Maar nou gaat het erom... Nee, dat zeg ik, werd niet mooi. Nou gaat het erom hoe u reageert als moeder binnenkomt met de koffie, hè? Oh, ja. Juffrouw Jans, attentie, actie! Ja? Hier is de koffie. Oh, voor mij even niet, ik ben net met de reddingsbootjes bezig, hoor. Nee, maar nou doet u het fout. Hoezo? Nou, u moet blij zijn dat er koffie is. Nou, ik neem tweede bakkie wel. Ik wacht maar even tot... Dat zeg je toch niet in de reclame? Ik neem mijn tweede bakkie wel. Ik ben toch niet zo lief, hè, mevrouw. Ik wacht wel even. U speelt dat u van koffie houdt. Alsof. Juist, alsof. Juffrouw Jansen, wilt u nog een keer terugkomen met de koffie, alsjeblieft? Nog weer? Ja, meneer had het nog niet helemaal begrepen. Hey. Ja, even snel, een beetje tempo, anders duurt het allemaal zo lang, hè? Ja, nou, opgelet. Moeder staat weer klaar met de koffie. Attentie, actie! Ja, daar is ze. Koffie! Nou, heb je het voor elkaar, mijn hele reddingsboot, gek? Zeg, wat interesseert ons zo'n stom reddingsbootje? Ja,
moet u dus rustig doorheen. Nou, dan kom je wel achter als je in de Java-zee legt, ja. Je hebt allemaal wel eens dat je hebt wel eens dat je in de Java-zee legt. Zal maar zeggen, je legt in de Java-zee, hè. In, oh, jij die niet? Nou, verder iedereen in de Java-zee, hè. En op een gegeven moment, het gaat stormen, hè. Oh, dames en heren, attentie, iedereen die de reddingboot in gaat stormen, hè. Wel waar, je hoort het toch, dat het gaat waaien, gek. Sla overboord, eigenwijs. Iedereen in de reddingboot, ja, de reddingboot legt er midden. Nou ja, er is koffie, ja, zo is het ook. Meneer de Vries, u wordt bedankt. U kunt gaan, juffrouw Jans, u kunt gaan. Het was waardeloos. Ja, het was nul. Het was 0,0. Het was niente caliente. Het was afschuwelijk. Keurlijk. Het was prut met een rietje. Het was super slecht. Wat heet? Het was knudder. Het was afgrijzelijk. Het was... Het was abominabel slecht. Hou maar, ze is al weg. Wat erg was het. Sure. Ik heb het niet tegen haar, ik heb het tegen u. Hallo? Dat durfde niks van wat u deed. U kunt wel gaan. Oh. Ik dank u zeer voor de moeite. Wacht eens. Wat is? Misschien kunt u beter binnenkomen met de koffie. Dat ik even speel vermoeden. Nee, dat u enthousiast met de koffie binnenkomt, dan doe ik even de bouwplaats. Oh, voorzichtig met de reddingsbootjes. Dat is niet belangrijk. U komt enthousiast binnen met de koffie, hè? Natuurlijk, ja. Attentie, actie. Weet u waar de filterzakjes staan? Dan zet ik even vers. Nee, misschien... natuurlijk niet. U komt met lege kopjes binnen. Filterzakjes, daar gaat het niet om. Attentie, actie. Ja, daar! Ah. Zo. Zo. Wat een bende. Ik struikel natuurlijk over die schuine rand hier. Dat is ook heel gevaarlijk. Nee, dat heeft er nog niks mee te maken. Voor andere mensen die er geen erg in hebben, op een gegeven moment zien ze niet, komen ze binnen. Stom van mij. Een inbouwkast. Ja. Legt u dat blad nou maar daar neer. Ja. En dan geef ik u nog een kans. Nou, ik heb liever algemeen fonds. Nee. Vrij parkeren. We laten de kopjes hier, we laten het blad hier. Oh. En toch komt u binnen met koffie, maar u speelt de koffie. U speelt het blad. U speelt de kopjes. Mimisch. Mimisch. Attentie, actie! Ja, daar is de koffie, hoor jongens, daar is de koffie! De koffie is eindelijk binnen, de koffie is klaar! Wie is dat? De koffie. Maar wie is dat dan? De Douwe Egbert. Hij is geweldig, ja, nou, fijn. Nou, u bent, krijgt, zoals iedereen, krijgt u natuurlijk ook weer het André van Duin pretpakket met natuurlijk de helm, ja, de fluitketel. Ik heb hier de sambaballen paard voor in de gang. Ja. Bloemkool, alles zit erbij natuurlijk. In ieder geval, hartelijk dank voor de dit. We gaan nu... veel plezier met de artikelen in ieder geval. Dit zal ik als u de, we gaan nu de sticker op de deur plakken dat we geweest zijn. Anders geloven de mensen niet. Anders komen ze dadelijk nog een keer. Het is net als bij de kinderpostzegels. Zullen we naar de deur gaan? Ja. Dan mag u zelf zeggen waar u hem wil hebben op de deur. Dan plakken we hem gelijk daarop, ja? Het is voor de hele buurt. Het haalt de hele buurt een beetje op de deur. Ja, 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 natuurlijk. Ik bedoel, en ik vind dat het ook tijd wordt dat André van Duin de erkenning kreeg. Fijn. Die hij moet hebben. Want hij is weer bestendig, dus hij houdt het wel uit. Ja, niet wel voor dat. Ik heb altijd een beetje problemen gehad met de elite die dat hebben we allemaal. André van Duin. En André van Duin is echt een fantastische man. En u bent nog steeds mijn inspiratie. Ja. En ik vond het echt geweldig. Fijn. Het is alsof Prim bij mij thuis kwam. Ja, zo is het. Zo moet je het zien. Ja, hoor. Fijn. Ja, bedankt, hè. Ja. Meneer Wijnbeet. Wat een saaie man. U hebt mij slof. Meneer Wijnbeet. Wat een saaie man. Zet u. Sloffen. Oh, dus. Ja, neem die kwalijk. Ja. Maar de schoenen ook nog. De schoenen nog. 24 uur per dag. Het leukste en beste op tros.nl.